Borrel Aalsmeer is jarig. Het maandelijkse netwerkevenement bestond afgelopen donderdag 2 jaar. En dat feestje werd goed bezocht. Zo'n 120 netwerkers wisten het restaurant Welkom Thuis te vinden. Naast het netwerken zijn er wat ingrediënten aan de avond toegevoegd. Entertainment zoals een popquiz of het optreden van een artiest. Een exposerende kunstenaar. Daarnaast mogen een aantal mensen pitchen. We verloten prijzen. En er kan eventueel gespeedmeet worden op het einde. Het begon dus 2 jaar geleden in Studio's Aalsmeer. De eerste keer hadden we 170 mensen. En toen was het een beetje uit de hand gelopen. Dat hadden we ook helemaal niet verwacht. We dachten, we gaan wat organiseren voor 30 tot 50 personen. En het werden de eerste keer 170. En ja, maar je legt de lat dan ook wel meteen heel hoog. Hè? Want mensen vonden het heel leuk. En ja, dan zoiets, nou, we komen weer. Ja, en dan moet je toch elke keer weer een beetje prikkelend houden. En om die borrels prikkelend te houden, is Ingrid begonnen met netwerken met een knipoog. Het is net gewoon even anders dan alle andere netwerkborrels. Het is gewoon heel laagdrempelig. Ja, er komen wat dat betreft gewoon ook ja, gewoon gezellige mensen, sociale mensen die graag willen geven. En ja, er zit ook een soort fun element in, omdat we natuurlijk ook een entertainment hebben. Dus dat geeft ook een bepaalde draai eraan. Dus ik wil elke keer gewoon net iets anders. Netwerken met een knipoog wordt ook gedaan in Asperen. En daarnaast worden er gesprekken gevoerd met mensen in Den Haag, Rotterdam, de Bollestreek en het Gooi. De volgende borrel in Aalsmeer is op 11 december.